We zijn op de Oranjebaan bij elkaar. Waarom? Omdat er vandaag een kunstwerk onthuld wordt, wat het resultaat is van een community art project in Amstelveen, in de wijk Bankraskos Verhoren. Wat houdt het precies in community artwork? Dat je samen, dat beeldend kunstenaar samen met buurtbewoners een kunstwerk maken voor de wijk. Waarom bent u hier naartoe gekomen vanmiddag? Nou, hier is vanmiddag dus weer zo'n buurtkunstproject onthuld, geopend, officieel gestart. En we vinden het ontzettend leuk dat dit soort dingen gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan het kunstwerk wat aan de flat hangt bij de rotonde op de Van der Hooplaan. Daar kijken gewoon elke dag, 24 uur per dag, als het tenminste een beetje licht is, kijken mensen daar met veel plezier naar. En wat ik hier ook erg leuk vond, was dat de kinderen van de Martin Luther King School erbij waren. Ik vind dit soort openingen juist met kinderen een stuk feestelijker, zeker als ze dan ook nog zingen. Wat hebben jullie als school betekend voor het kunstwerk? De kinderen hebben meegewerkt met een kleine noot maken. Ik ben eigenlijk meteen bij het begin al gevraagd door Nicole of ik mee wilde werken aan dit project. We hebben al eerder samengewerkt met mozaïekprojecten ook op school. Met Crea Middag hebben we hele mooie mozaïeken gemaakt met kinderen. Dus zij vroeg of ik mee wilde werken. En dan zijn we eerst begonnen met de volwassenen op twee tijdstippen in de week. En daarna hebben we een klas uitgezocht op school. En die klas hebben we allemaal een muzieknoot ook gemaakt. En zo hebben we meegewerkt. En uiteindelijk hebben we nog een groep erbij gevraagd om dit muzikaal te begeleiden bij de onthulling. Hoe belangrijk vindt u kunst voor de buurt? Heel belangrijk en ook belangrijk dat we dit met de buurt samen hebben kunnen maken. Het is echt een kunstproject van de buurtbewoners, voor de buurtbewoners. Mensen die kunnen hier nu voorbij fietsen, voorbij wandelen en met trots kijken naar iets wat ze samen hebben gemaakt. Het waren erg gezellige bijeenkomsten. De mensen vonden het ook erg jammer dat het project eigenlijk afgelopen was. Het was een erg leuk project en het is iets moois om naar te kijken.